Simon Zwartkruis, als één oranje speler een bijzonder jaar heeft gehad, dan is het Donny van der Beek wel. Ja, dat kun je gerust zo zeggen. Ja, ik weet nog dat ik in de vorige zomer in Luik was, bij Standaard Luik tegen Ajax, voor onder Champions League. En toen stond hij te mokken en was hij niet blij met zijn situatie bij Ajax. Eigenlijk niks voor hem, zo'n jongen die normaal gesproken zich schikt in zijn lot, maar... Ja, op dat moment vond hij dat hij een basisplaats verdiende en die had hij niet. En dat liet hij ook horen. En later is er ook een gesprek met Erik ten Hag overheen gegaan. En als je ziet hoe hij vanaf dat moment, als je dat als startpunt neemt eigenlijk, zichzelf door het seizoen ontwikkeld heeft. Dan is hij inderdaad degene die bij Ajax misschien wel de meest spectaculaire ontwikkeling heeft doorgemaakt. Maar niet zeker van een basisplaats bij Oranje. Hoe past hij in het elftal van Ronald Koeman, denk je? Ja, nou ja, dat is een hele interessante puzzel die Koeman mag gaan oplossen. Het aanbod is zeer groot op dit moment. Het is echt dringen op het middenveld. Omdat je hebt bijvoorbeeld ook nog Davy Prupper, hè, die op dit moment niet in de basis staat. Maar die het heel goed gedaan heeft in Oranje de laatste keren dat hij in de basis stond. Je hebt Martin de Roon die het goed heeft ingevuld. Hij zal vooral met Wijnaldum moeten gaan concurreren. Dat wel, hè. Die speelt sinds Koeman bondscoach is dieper dan onder de vorige bondscoaches. Nou, laat dat net de plek zijn waar Van der Beek ook op zijn best is. Waar is hij heel erg in gegroeid, vind jij, dit jaar? Eigenlijk in alle opzichten. Het was altijd al een jongen met een heel goed gevoel voor ruimte en voor positie. Hè. Die wist wanneer hij diep moest gaan. Met tactische discipline ook naar balverlies. In moderne voetbal ook een belangrijk aspect natuurlijk. Dat had hij allemaal wel. Maar het is allemaal veel dominanter geworden. En zijn rendement is ook veel groter geworden. We hebben laatst bij VI opgezocht wie in de Eredivisie van de middenvelders het meest in het vijandelijke strafschopgebied in balbezit is geweest. Nou, dat was hij met grote voorsprong. Bijvoorbeeld ten opzichte van Guus Til, ook een dynamische middenvelder. Pereiro bij PSV. Wat minder dynamisch, maar wel heel aanvallend ingesteld. En daarin overtreft hij iedereen. Maar dat bleek ook wel. Hij heeft uit mijn hoofd 57 officiële wedstrijden gespeeld de afgelopen seizoen. 17 goals, 13 assists. Daarmee geeft wel aan dat het rendement inderdaad heel erg hoog is. En dat scorend vermogen, dat gaat echt in zijn voordeel, of kan in zijn voordeel werken bij Oranje. Omdat er is nu, hangt heel veel van Memphis af. Hè, als je die statistieken ziet van het aantal gecreëerde kansen. Ja, dat is zonder Memphis eigenlijk wordt er gewoon niet veel gecreëerd. Dus als die een keer een slechte dag heeft of door zijn hoeven heen zakt en geblesseerd is. Dan gaan ze dat meteen merken in het aantal kansen. En Van der Beek is nou uitgerekend iemand die vanaf de linie daarachter daarvoor kan zorgen. Je zegt zijn concurrent, grote concurrent is Wijnaldum. Dat is nou een middenvelder die niet veel scoort eigenlijk. Ja, tegen Barcelona twee keer. Maar... Ja, speelt bij Liverpool natuurlijk een hele andere rol. En dat waren wel aardige, belangrijke goals die jij nu noemt. Maar bij Liverpool speelt hij wat meer teruggetrokken. Dat is natuurlijk, ja, net als Van der Beek een heel veelzijdige middenvelder. Die op alle drie die middenveldposities kan spelen. Van der Beek zou bijvoorbeeld ook op 6 kunnen spelen. Die wat meer controlerende positie. Maar ja, die is voor Frenkie de Jong. Daar valt niet aan te tornen. Dus het is voor Koeman zaak om te kijken. Hoe die dat in balans kan krijgen allemaal op dat middenveld. En als hij Van der Beek inschuift, zal Wijnaldum nooit het slachtoffer worden. Dat is een van de eerste namen die invult en terecht. Dus dan zou dat slecht nieuws voor Martin de Roon zijn. Hij wordt natuurlijk ook aan grote clubs gelinkt. Real Madrid bijvoorbeeld. Er stond een heel groot artikel in de Marca dat ze niet Pogba moesten halen, maar Donny van der Beek. Ja, echt waar. Wat adviseer jij hem eigenlijk? Ik zou hem adviseren om nog een jaartje bij Ajax te blijven. Niet dat hij zijn toekomst van mijn advies zal laten afhangen. Maar hij heeft nu een bepaalde progressie ingezet, een stijgende lijn. En daarin kan hij volgens mij nog groeien. Bijvoorbeeld in de verantwoordelijkheid nemen binnen de hele ploeg. Je ziet vaak dat spelers eerst met zichzelf bezig zijn, met hun eigen ontwikkeling. De volgende stap is dat je naar richting het aanvoerderschap toegroeit. Ik denk dat hem past ook. Het lijkt me een type, als ik coach van Ajax zou zijn, dan zou ik hem de aanvoerdersband geven op het moment dat Matthijs de Ligt inderdaad vertrekt. En dan kan hij in die rol nog een jaar ook op dat vlak verder groeien. En dan de grote stap naar een mooie club.